Hoe moeilijk is het om uit de prostitutie te stappen? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Vanaf 1 juli mogen sekswerkers weer aan het werk. Maar veel vrouwen die in de seksindustrie werken, zien de lockdown als een mooie gelegenheid om deze branche te verlaten. Maar ze worden nu door de versoepeling alsnog gedwongen om terug te keren als prostituee. Daarover straks een gesprek met Simone Schoenmaker van de Stichting Tot Heil des Volks. Maar eerst dit. Terwijl Nederland steeds meer van het slot gaat en het aantal coronapatiënten afneemt, zijn er andere landen die maatregelen weer aantrekken. Aan de telefoon Paul Lieversen, medisch deskundige. Goedenavond, meneer Lieversen. Goedenavond. Ja, als we dat wereldwijd zien, is dat dan een zorgwekkende ontwikkeling? Wat de ontwikkelingen betreft van hoe het nu met corona gaat en de besmettingen, we hebben nog helemaal geen reden om daar gerust op te zijn. Zeker niet. Ja, want in China is de lockdown bijgesteld. In Israël zijn er weer flink wat coronabesmettingen. In Nederland gaan we langzaam van het slot. Is dat dan verstandig? Nou, weet u, natuurlijk, iedereen snakt ernaar om wat meer bewegingsvrijheid te krijgen. Ja. Hoewel het onderwerp dat u zo meteen gaat bespreken met de medewerker van Tot Heil des Volks, daar misschien wat anders over denken, over die specifieke doelgroep. Maar eigenlijk, ook met de vakanties voor de deur en zo, we hopen natuurlijk op wat meer bewegingsvrijheid. Ja. Maar er zit toch wel een gevaar aan vast. Ja. Ik heb juist vandaag nog even opgezocht wat nu het besmettingsgetal in Nederland is. Dat klinkt wat technisch. Maar het is net weer iets boven de 1. En dat betekent dus niet meer, toch weer een beetje in de gevarenzone. En dus, en de ziekte is gevaarlijk. Er zijn nog steeds besmettingen, er zijn nog steeds ziektegevallen en overlijdens. Ja. Dus we moeten niet doen alsof het voorbij is, deze epidemie, deze pandemie. Ja. Vindt u dat de overheid, de Nederlandse overheid, genoeg argumenten en goede argumenten heeft voor die versoepelingen? Dat vind ik wel, want men doet er goed aan om te kijken wat de feiten zijn. En men heeft er ook hele goede adviseurs voor. Het zogenaamde Outbreak Management Team, waar het RIVM een grote rol in speelt, denkt daarin mee. Maar tegelijkertijd zijn er ook bedenkelijke kanten. Want men laat zich misschien ook wel een beetje beïnvloeden door de weerzin in de samenleving. En die wordt nogal gevoed door, ja, toch maar quasi-wetenschappelijke argumenten. Ja. Bijna dagelijks hoor je op radio en tv zogenaamde experts, naast echte experts, allerlei dingen zeggen, tot en met viruswaanzin toe, zoals het al heet. Ja, en dat is een invloed die wel bedenkelijk is. Ja. Als we kijken naar de zorg, is men daar blij met de versoepelingen? Nou, men is daar wel blij mee, maar tegelijkertijd zien we dat het nog helemaal niet doorgedrongen is bij veel mensen die echt gebruik zouden kunnen maken van de zorg. Nee. Om ook inderdaad die stap weer te gaan doen. Om naar de dokter, de tandarts, de fysiotherapeut, het ziekenhuis te gaan. Want men vreest toch wel, als mensen te lang wachten met bepaalde klachten die ze toch wel hebben, dan kan de schade op de wat langere termijn groter zijn, dan wanneer je wel tijdig hulp zoekt. Dus dat is wel, zorg mijden is niet verstandig. Nee. Tot slot, we hoorden premier Rutte vorige week, die zei, ja, het virus blijft op de loer liggen. Hoe groot is de kans op een tweede coronagolf in Nederland? Nou, Rutte steun ik in deze uitspraak zeer. En ook de echte experts waarschuwen ervoor dat, kijk, deze golf is nog niet eens helemaal voorbij. Die kan zomaar terugkomen zoals we het nu in de Verenigde Staten zien. Maar een tweede golf kan ook komen. Daarom is het wel heel raadzaam dat de regering wijze lessen trekt uit de afgelopen periode om een nieuwe golf beter aan te kunnen. Ook te weten hoe met de economie om te gaan, hoe om te gaan met de gezondheidszorg, hoe om te gaan met de communicatie, nou, alles bij elkaar. Oké, dank voor uw toelichting, medisch deskundige Paul Lieversen. Vanaf 1 juli mogen sekswerkers weer aan het werk. Maar niet iedereen wil terugkeren in de seksindustrie. Aan tafel Simone Schoenmaker van de Stichting Tot Heil des Volks. Goedenavond, mevrouw Schoenmaker. Goedenavond. Ja, niet iedereen wil terugkeren. Nee. Waarom niet? De seksindustrie is een complexe wereld, is een donkere wereld waar veel problemen zijn. En wij zien dat als vrouwen daarin werken, ze echt vaak ook aan het overleven zijn. Dus van de ene dag naar de andere denken. En het voordeel van de coronacrisis was dat er een gedwongen stop was. Waardoor vrouwen en ook mannen trouwens echt tijd hadden om uit te stappen en te bedenken, hey, wil ik dit eigenlijk? En is dit een branche waar ik werkzaam in wil zijn? Een soort reset, zeg maar, van
Ja, wil ik zo mijn leven verder gaan? Ja, de kans om daar eens rustig over na te denken. En zijn er misschien ook wel andere opties of andere dingen die ik wil doen? Dus wij hebben een overvloed aan hulpvragen gekregen tijdens de hele coronacrisis. Omdat natuurlijk ook veel vrouwen zonder inkomsten zaten. En wij zagen eigenlijk ontstaan dat vrouwen en ook mannen zeiden van... Hey, misschien wil ik wel niet terug. Ja. U heeft over een hoe groot is het aantal? Hulpvragen? Ja. We zitten nu op ongeveer 250. En in Alleen verhouding in met het aantal sekswerkers in Amsterdam, want daar bent u werkzaam? Ja, in Amsterdam zijn er ongeveer 6000. Mm. Ja, dus, maar we hebben sowieso heel veel contact met allerlei vrouwen. Dat zijn er honderden. Ja. Maar dit zijn de vrouwen die echt in begeleiding komen. Ja. En hoe groot is nu de druk om terug te keren? Nou, de druk is er vooral nu van wat ga ik doen? Kijk, we hadden gehoopt dat de regelingen tot 1 september zouden blijven gelden. Zodat vrouwen de tijd hebben om daar ook over na te denken, om andere dingen te organiseren. Nee. Nou hoorden we afgelopen week dat 1 juli het sekswerk weer open gaat. Ja, 1 september was de bedoeling. 1 september was de bedoeling, is naar voren gehaald en dat is dan heel snel. Ja. Dus dan komt onmiddellijk de vraag, ga ik weer werken of niet? Dus wat onze regering als een voordeel presenteert, van je mag weer eerder dit doen, zien deze vrouwen als een nadeel? Ja, niet allemaal. Er zijn ook vrouwen die zeggen van nou, ik ben blij dat ik weer aan het werk kan. Ja. Die zijn er ook. Maar er is een hele grote groep die zegt van nee, ik ben eigenlijk met andere dingen bezig en ik wil misschien wel uitstappen. Maar ja, als je geen inkomen hebt en je hebt wel een hoge huur of je hebt je familie die moet eten, ja, dan wordt de druk om te gaan werken heel groot. Ja. Ja. Zijn er ook veel vrouwen slachtoffer van mensenhandel in deze sector? Ja, die zijn er. En ik neem aan dat uw volgende vraag is hoeveel dat er zijn. Ja, ja en dat kan ik niet zeggen. Want nee, dat maar is, die zijn er wel. Die zijn er zeker wel, maar dat is heel moeilijk te zeggen. Ja. Enerzijds omdat we de getallen gewoon niet weten. En anderzijds dat het begrip dwang is ingewikkeld. Want word je gedwongen door iemand anders? Word je gedwongen door omstandigheden, door schulden? Of omdat je misschien de taal niet spreekt, geen andere opleiding hebt gehad. Ja. Dus dwang is een heel breed begrip. Ja, maar hoe dan ook, als die dwang er is, dan heb je bijna geen keus. Dan heb je niet zoveel keus. Nee. En dan dat vinden wij heel erg jammer. Wij zouden eigenlijk elke vrouw en ook man het gunnen om een alternatief te hebben. Op het moment dat zij zeggen, wij willen niet meer in deze branche werken. Dus als er echt sprake is van weerzin tegen het werk, dat er een alternatief komt. Ja. En dat kan. Als we even naar die branche kijken, snapt u dat ze weer op 1 juli willen en mogen beginnen? Nou ja, in Nederland, wat je er dan ook van vindt, is prostitutie legaal. Ja. En wordt het gezien als een normaal beroep. Dus dat is een tijd gesloten geweest, zoals ook de cafés of de fysiotherapeuten, de kappers. Dus dat weer open gaat, is in die redenatie heel logisch. Ja, het zat zelfs in het rijtje wat Rutte steeds noemde. Ja. 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 Dus als een gewoon beroep wordt het gezien. Ja. Maar kun je daar 1,5 meter afstand houden? Dat is lastig. Dat wordt ingewikkeld. Ja. Ja, dat wordt heel ingewikkeld. Ja. Want dat lijkt me niet kunnen als je dat doet. Bovendien, we moeten het overal doen. Afstand houden. Ja. En hier zou dus geen uitzondering voor gemaakt worden. Nee, maar dat kan natuurlijk niet. Maar goed, ik weet niet of u alweer bij de kapper bent geweest. Ik wel, want het was heel hard nodig. Daar zit ook geen 1,5 meter afstand. Nee. Dus dat geldt voor heel veel contactberoepen. Ja. Is dit dan wel het juiste moment om te stoppen? Net zo voor een periode dat je weer aan de gang mag? Ja, wat is het juiste moment om te stoppen? Ja, in principe is elk moment een goed moment om te stoppen. Als een vrouw aangeeft van ik wil dit werk niet meer doen. Nee. Het grote voordeel is dat veel vrouwen en mannen de weg hebben weten te vinden naar ons kantoor. En echt in het proces zijn van uitstappen. Mm. En dat is ongeveer 40% van onze cliënten. Dus dat is echt veel. 40%? Ja, die echt zeggen van we willen stoppen. Ja. En hoe kunt u ze helpen? Wat kunt u praktisch doen voor ze? Ja, wij hebben een uitstapprogramma. Er zitten allerlei onderdelen in. Dus dan moet u denken aan het regelen van papierwerk, wat vaak chaotisch is. Het helpen met bijvoorbeeld een uitkering. Nou, dat kon nu vooral natuurlijk omdat er regelingen waren in verband met de coronacrisis. Maar wij zijn ook een summer school gestart, waarin we in 4 weken tijd vrouwen een training geven om bijvoorbeeld in een winkel te gaan werken of een modezaak. Waarin we leren, hoe ga je om met een kassa? Hoe communiceer je met klanten? Hoe geef je kledingadvies? Vrouwen iets meer op hun cv ook te geven. Ja. En we zijn vooral heel hard op zoek naar werkgevers. Die zeggen van, hey, wij willen deze vrouwen een kans geven
om uit te stappen. Dus dan moet u denken, we hebben bijvoorbeeld nu contacten met tomatenboeren, hè, waar heel veel geoogst wordt. Nou, dat soort takken waar we contacten leggen, zodat vrouwen daar aan het werk kunnen gaan. Mm. Zodat er een alternatief is. Dus meteen even mijn oproep aan de werkgevers van Nederland. Heb je een plek waarvoor je zegt, hey, we willen een vrouw de kans geven om aan het werk te gaan, neem dan vooral even contact met ons. Ja, dan kunnen ze zich melden bij u. Zeker. Ja, want ben je besmet als je in deze sector werkt of gewerkt hebt? Hoe bedoelt u besmet? En je komt bij een sollicitatie en je moet dat vertellen? Ja, dat is een beetje het gekke natuurlijk in Nederland. Aan de ene kant zeggen we, het is een normaal beroep, het is legaal, het mag. Tegelijkertijd, als dat op een cv staat, kijkt iedereen daar raar naar. Ja. En wordt dat niet geaccepteerd. En dat is ook wel heel frustrerend natuurlijk. Ja, u zegt, dat strookt niet met elkaar. Het strookt niet met elkaar. Als je het enerzijds als normaal beroep ziet en anderzijds... Ja. Ja, zit er toch een vlekje aan dan? Ja, en veel vrouwen zeggen toch, ja, ik wil niet dat mensen weten dat ik als prostituee heb gewerkt. Ja. Of nieuwe collega's horen dat ik in de prostitutie heb gezeten. Daar zit een stigma op. Ja. De mensen die uit willen stappen en dit traject ingaan, die zijn ook gemotiveerd om dat te doen? Ze zijn heel gemotiveerd, ja. Wij begeleiden echt, mijn collega's begeleiden hele bijzondere, waardevolle, krachtige vrouwen die zeer gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan. En de contacten ook blijven natuurlijk ook met ons maatschappelijk werk, dus er zit hele goede begeleiding op. Dus het zijn hele mooie mensen die wij heel graag een nieuwe kans bieden. Ja, en hoort u dan ook de verhalen hoe ze er ooit in terechtgekomen zijn? Ja, die horen we zeker en die zijn heel divers. Het is heel lastig om één verhaal als het verhaal te vertellen. Maar dat zijn vrouwen jong, oud, van Oost-Europa, Latijns-Amerika, Nederland. En alles wat daartussenin ligt. Ja. Maar veel vrouwen met een zwaar verleden. Ja. Met veel problemen, met veel misbruik. Gewoon in hele moeilijke relaties, moeilijke plekken terecht zijn gekomen. Maar ook vrouwen met enorm veel potentie en met gewoon prachtige mensen. Ja, mooi. Ja. We horen ook verhalen van vrouwen die in de illegaliteit terechtgekomen zijn. Ja. En de afgelopen maanden wel hun beroep bleven uitoefenen, maar dan illegaal. Ja, dat gebeurt uiteraard. Het is moeilijk om te zeggen om hoeveel mensen dat gaat. Binnen ons digitale werk hebben we wel gezien, dan kijken we bijvoorbeeld naar seksadvertenties, zodat we die vrouwen ook digitaal kunnen benaderen, dat vrouwen zich bleven aanbieden. Ja, soms voor 10 euro of 15 euro, om maar financiën binnen te krijgen, met alle risico's van dien. Ja. Ja. In feite is dat schrijnend dat in ons land gebeurt. Ja, dat is heel schrijnend dat in ons land gebeurt. En dat we er eigenlijk allemaal bij staan te kijken. Ja. Wij zijn heel blij dat we die hulp kunnen bieden. Echt concrete hulp kunnen bieden met een woning, met werk, met papierwerk. En vooral, dat is even los van alle praktische zaken, met waardigheid. We vinden het heel belangrijk om vrouwen als mens te zien. Ja. Wordt u ook gesteund door de politiek? We hebben goede contacten binnen de politiek. Ja, we zijn het niet altijd eens. Dat hoeft ook niet. Maar we hebben hele goede contacten. Ja, ook met niet alleen met ChristenUnie of de christelijke partijen. Wordt ook echt goed overleg binnen de gemeente Amsterdam. Daar zitten we ook gewoon bij aan tafel. Ja, want ik zou me ook voor kunnen stellen dat het voor de gemeente Amsterdam ook een mooi programma is als mensen hieruit willen stappen. Ja, de gemeente Amsterdam denkt daar ook heel erg in mee. Ja. Is ook heel coulant geweest met het geven van uitkeringen, tijdelijke uitkeringen. Mm-hmm. Dus die denken daar zeker positief in mee. Ja. Ja. U zei net al, ondernemers, die riep u op om zich te melden. Als mensen die kijken willen helpen, hoe kunnen ze dat dan doen? Nou ja, wij hebben natuurlijk ook kosten die we maken. Bijvoorbeeld voor de Summer School. En het zou heel mooi zijn als mensen daar een donatie aan willen doen. Dat kan via tdv.nl/doneren. En dit is wel de tijd om dat te doen. Om echt op te staan en te laten zien dat wij voor deze vrouwen er willen zijn. Ja, ik herhaal dat nog even. thdv.nl/doneren. Heel graag. Daar kan het geld naartoe. Zeker. Dank voor dit gesprek, Simone Schoenmaker. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Een hele fijne avond verder nog. En graag tot morgen. Beleven en welzijn. Dag.